Bij Royal Schiphol Group werken ruim 3000 mensen. Allemaal even belangrijk. Neem bijvoorbeeld Wilbur. What? Wilbur de... Wilbur! No, I don't know Wilbur. Nee, die kennen we niet. Kennen we niet. Maar Giambattista wel. Ja, Wilbur is eigenlijk een wat. Ah, kom ik zo even op terug. In deze serie duiken we in diverse vakgebieden binnen Royal Schiphol Group. En ontmoeten we de professionals die er samen voor zorgen dat Schiphol 24/7 blijft draaien. Deze keer stappen we in de wereld van IT en data. Waar Giambattista samen met 900 collega's bouwt aan een digitale state-of-the-art luchthaven. Giambattista, Wilbur is dus een wat? Ja, op Schiphol genereren we ontzettend veel data. Wilbur is een real-time dashboard en die koppelt al die data aan elkaar. En die zorgt ervoor dat de collega's in operations kunnen zien waar het druk wordt en hoe ze het beste kunnen inspelen op die drukte. En die naam? Wilbur Wright. Ah, die twee broers. Ja, pioniers in de luchtvaart. Ja, logisch. IT en data is verantwoordelijk voor alle IT op en rond de luchthaven. Eigenlijk ademt Schiphol IT. Zeker. Alles wat je om je heen ziet is eigenlijk IT. Geef eens een paar voorbeelden. Denk aan bagage, grenscontrole, check-in en alles daaromheen. Waarbij veiligheid natuurlijk een grote rol speelt. Schiphol is onderdeel van een vitale infrastructuur in Nederland. En veiligheid is daarom echt superbelangrijk. En jullie uitgangspunt is een smart airport. Ja, zeker. Wat is dat precies? Door verschillende systemen met elkaar te laten praten, zorgen we ervoor dat Schiphol steeds weer een beetje slimmer wordt. Omdat er best wel veel verandert in de wereld, werken we agile. En wij zorgen dat er ruimte is voor de developers, maar ook de business analisten, om echt langs te gaan bij de eindgebruikers en te kijken naar hun werkzaamheden en hoe we die het beste kunnen verbeteren. Big data is hot en biedt Royal Schiphol Group enorm veel mogelijkheden. Zeker ook voor een data scientist als Roman. Als je op een gegeven moment weet wat voor data er allemaal is, dan ga je ook overal de kansen zien en dan wil je er ook altijd mee aan de slag. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, we hebben een applicatie gebouwd om passagiers een gratis tijdslot aan te bieden. En daarbij gebruiken we heel veel databronnen vanuit ons Core Data platform om met een intelligent algoritme de juiste tijdsloten aan de juiste passagiers aan te bieden. Het is natuurlijk maar een topje van de ijsberg, maar wel heel tastbaar. Ja, het is een ontzettend leuke omgeving en je ziet meteen wat jouw product of service doet. Dankjewel Roman en succes. Giambattista, wat maakt Schiphol nou zo'n unieke locatie? Er zijn maar weinig plekken waar zoveel processen bij elkaar komen. Het vliegen, de trein, het landzijdige proces. Het is heel complex en dat maakt het zo interessant om hier te werken. En ik neem aan dat jullie op zoek zijn naar hardcore IT-adepten. Nee, wij houden juist van die diversiteit van mensen. Verschillende invalshoeken en gedachtenpatronen, daar worden we blij van. Oké, en waar letten jullie dan wel op? Er wordt gekeken naar jouw drijfveren, jouw can-do mentality en niet zozeer naar waar je vandaan komt. We zoeken juist iemand die out of the box kan denken en ons scherp houdt. Klinkt goed. Wil jij ook meebouwen aan Schiphol als wereldwijde digitale koploper? Kom dan werken bij IT en Data.